Hoi Quickboysers, we staan hier naast Paul. Paul, vertel, wie ben je, waar kom je vandaan en wat zijn je ambities? Ja, mijn naam is Paul van der Helm, ik ben 25, kom uit Wateringen. Ik ben de keeper en voor club als HBS. En mijn doelstelling is in ieder geval om zo snel mogelijk eerst keeper te worden. En daarna het zo goed mogelijk gaan doen voor de ploeg en hopen op het eind met een mooi resultaat, promotie. Net als afgelopen weekend, je pakt een paar goede ballen. Hoe is je transfer tot stand gekomen, want je was een van de eerste die Quickboys binnenhaalde. Ja, zoals ik zeg, ik speelde bij HBS en er zijn een aantal keer wezen kijken. En op een gegeven moment ben ik benaderd door Ton van der Niet om op gesprek te komen. Nou, die gesprekken zijn eigenlijk heel erg goed bevallen onderling van beide kanten. En daarna was het eigenlijk vrij snel allemaal geregeld. Okay, helemaal goed. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben inkopen projecten bij een glastuinbouwbedrijf in Wateringen. Dus alle materialen die wat er nodig is om eigenlijk een kast te bouwen, die koop ik in. Dus dat doe ik. Okay. Nou, Quickboysers, ik hoop dat jullie een goed beeld van hem hebben. We gaan zien of hij eerste keeper gaat worden. En anders zullen we sowieso veel van hem gaan zien dit jaar.